super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 28 mei en ik moet zo meteen van 8:30 tot 5 naar school. En het is zo bizar warm, het is echt niet normaal warm. Het is nu al 20 graden en het is pas 8:15. Vannacht kon ik ook echt niet slapen gewoon, het was zo warm. Ik viel echt pas om 2:30 in slaap ofzo. En ik ben echt super moe, want ik werd alweer om 7:15 wakker. Ik zal even laten zien wat ik aan heb vandaag. En ik zal trouwens even laten zien wat ik aan heb, want de jersey die ik aan heb zit dus in de winactie van nu. Oké, hier zie je mijn outfit nog iets beter. Shirtje dan, die kan binnen nu. Superleuk. Dit rokje dan en mijn sneakers eronder. Ik weet niet, ik vind mijn sneakers eronder wel leuk staan of zo. Dus dit. En gisteren is mijn video echt super laat online gekomen. Het was om 11:30, omdat ik kwam laat thuis van Shirt. Toen moest ik nog alles bewerken. Of nou, ik had wel al stukjes bewerkt en zo, maar ik moet dan nog verwerken. En dat duurt zo lang soms. En ook op YouTube duurt het echt intens lang. Dus ik denk, deze weekvlog 37 komt gewoon nog op zondag online. Omdat ik had gezegd dat zondag de uitslag van de winactie zou zijn. Dus deze weekvlog 37, komt gewoon nog op zondag online. Maar vanaf weekvlog 38 ga ik mijn video's op maandag om 4 uur plaatsen. Dan heb ik dus gewoon maandag een vaste tijd, maandag 4 uur. Dat ze altijd online komen. Dan kan ik zondag nog gewoon heel de dag filmen. En gewoon op mijn gemakje bewerken en online zetten en zo. Want nu was echt een soort gehaast en gestrest en zo, omdat ik die video maar online wilde hebben. Dus hij kwam pas echt om 11:30 online. En de meeste mensen slapen dan denk ik al. Dus vanaf weekvlog 38 zullen mijn video's op maandag vanaf 4 uur online komen. Er doen echt wel super veel mensen mee aan de winactie. Vind ik echt onwijs leuk. Heel veel mensen die het shirtje willen winnen. Echt heel leuk. Ik weet ook nog niet hoe ik de winnaar ga kiezen. Of ik het zeg maar gewoon zelf ga kiezen. Of dat ik het met zo'n machientje doe die het dan uit. Die het dan doet, zeg maar. Maar ik ga nu even mijn spullen pakken. Het is nu 7:45 ongeveer. En dan ga ik om 8:00 naar Shark doen. En dan mogen we lekker tot 5:00 op school zitten. Super. Oké, het is vandaag dinsdag en ik ben net thuis uit school. Het is al dinsdag 3:00 of zo. Want ik heb heel de dag op school gezeten. Want bij ons op school heb je een soort wellness. Sorry, ik kijk een beetje zon in. Maar bij ons op school heb je dus een soort wellness. En daar moet iedereen één keer in het jaar stage gelopen hebben. Of gewoon een dagje mee hebben gelopen. Dus dat heb ik vandaag gedaan. Vandaar dat ik ook helemaal in het zwart ben. Met een lange broek. Terwijl het 29 graden is. Oh my god. Maar dat moest dus. En ik ga jullie even mijn bed laten zien. Met mijn klamboe. Ik weet niet wat ik had gisteren verteld. Volgens mij wel. Maar mijn vader heeft die gisteren dus opgehangen. Ik ga even laten zien. Oh, je ziet het niet zo heel erg goed. Omdat het een beetje donker is in mijn kamer. Maar hier hangt die klamboe dus. Waarom zie je het niet? Nou, je ziet het een beetje. En dan zo met mijn kussentjes leuk. En ik vind het heel erg leuk. En gisteravond had ik dus die klamboe helemaal zo. Helemaal zo dicht gedaan zo. Maar dat, ja, ik weet niet. Gewoon, dat vond ik leuk of zo. Ik weet niet waarom ik dat deed. Maar ik vind het echt super leuk staan. En ik ga vanavond naar Milan toe. Want Milan en ik zijn vandaag 2 jaar samen. Super leuk. Echt, de tijd gaat zo snel. Het afgelopen jaar is zo snel gegaan. Een jaar geleden lagen we lekker op het strand. 2 jaar geleden lagen we lekker in mijn bed films te kijken. Ik weet het echt nog heel goed allemaal. Maar vandaag is 2 jaar. Dus ik ga vanavond naar hem toe. Hij moet eerst gewoon trainen, voetballen. Dus dan ga ik daarna gewoon en dan blijf ik daar slapen. Ik ga zo meteen even langs Char, even gezellig. Even daarheen, dus zal ik jullie ook wel meenemen. Kan ik ook gelijk mijn nieuwe camera aan Char laten zien. En ik ga nu even wat dingetjes voor school doen. En de 12 van Oldenham kijken, want ik vind het echt een superleuk serie. Echt een aanrader, echt heel erg leuk. Oké, ik zou natuurlijk naar Char gaan, dat had ik net verteld, maar dat gaat niet door. Want we hadden samen een pakketje besteld. En die zou eigenlijk vandaag geleverd worden. We hadden next day delivery gedaan. Maar het wordt dus nu opeens morgen bezorgd. Terwijl we het gisterochtend hebben besteld. Super raar, maar goed. Dus dat haal ik morgen wel voorbij erop. Mijn camera is nog 2%, dus die ga ik aan de oplader doen. Want ik wil hem morgen meenemen naar school, denk ik. Ik ga vanavond bij Milan slapen natuurlijk. Dus ja, dit zal waarschijnlijk het laatste shot zijn dat ik film. Ik zal wel even snel laten zien wat ik aan had vandaag. En dan ga ik jullie aan de oplader doen. En dan zie ik jullie morgen weer. Wat ik uiteindelijk aan had vandaag was dit shirtje van Zoe Carson. Met die leuke achterkant met Young Gun erop. Die had ik ook gewoon aan door school. Maar ik heb even dit glitter shortje van gisteren aangedaan. Omdat ik had mijn flare aan voor school. Maar dat was echt super warm. Dus ik heb even dit broekje aangedaan. Het begon net te onweren. Super raar. Echt het weer in Nederland. Hoi allemaal, het is vandaag woensdag.
30 mei en ik ben thuis uit school al. Ik wilde dus mijn camera gisteren meenemen naar Milan zodat ik op school kon filmen. Maar we gingen vandaag oksels en bovenlip harsen. Maar ik was mijn camera vergeten. Super doen, want ik had hem in de oplader gedaan omdat hij nog maar 2% was. Toen ben ik hem dus vergeten te pakken om mee te nemen. Maar goed, ik ben nu al thuis. Het is nu 12:30. Super vroeg thuis. Het is echt best wel lekker weer. Ik zal zo meteen even laten zien wat ik aan heb. Want ja, ik vind het best wel leuk. Dagmar die komt zo meteen. Vriendinnetje, die is, moet volgens mij tot 2:30 of 3:00 werken. En dan komt ze hier naartoe even gezellig. Want zij wordt mijn model voor mijn visagie examen. Dus dan ga ik alvast een beetje op de oefenen. Gewoon even gezellig. En dan rond 4:30 moet ik even naar Shore toe. Iets ophalen voor school. En ons pakketje wordt geleverd. Dus kan ik dat ook gelijk mooi meenemen. Ik moet nog eventjes wat doen. Dus dat. Morgen ben ik lekker vrij. Echt super chill. Morgenochtend heb ik rijles. En in de ochtend ga ik heel de middag foto's maken met Char. En we gaan naar 5K's. Oh mijn god, ik heb er zoveel zin in. En we gaan waarschijnlijk ook een video bij 5K's opnemen. Maar ik weet nog niet of we dat daar binnen gaan doen. Dus dat en mijn oksels zijn dus vandaag geharst. En dit helemaal niet zo erg veel pijn. Ik ben niet deed hartstikke top. Maar goed. Ja, ik heb eigenlijk niet echt veel meer te vertellen. De 12 van Oldenheim heb ik gisteren ook al gezegd. Maar die serie is zo leuk. Je moet echt kijken als je hem nog niet hebt gekeken. Echt een aanrader. Maar ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb vandaag dit shirtje aan van Gis Louise. En dit rode rokje van de Monkey. Alleen op beeld lijkt hij een beetje oranje, maar hij is echt rood gewoon. En zeg maar dezelfde kleur als dit, dus dat vond ik wel erg leuk. Maar er is nog steeds stijl. Ik ga er even wat droogshampoo vanavond in, want ik wil morgen en vrijdag ook nog stijl. Met droogshampoo lukt dat wel. En ik had trouwens een vraagje, want ik weet niet of je dat van die... Ik weet niet of je het heel erg goed kan zien, maar hier van die dingetjes. En als ik dus film... Als ik film, dan hoor ik de hele tijd rammen zoals dit. En dat is echt heel erg irritant, dus ik weet niet of iemand misschien een trucje weet of zo daarvoor. Maar, want ik vind het echt heel erg irritant, want als ik aan mijn video bewerkt ben, hoor je heel de tijd. Hoi! Ja, zijn we klaar? Ja. Hoi. Ik ben zo dom. Oké, ik ben bij Char, want we hadden een pakketje besteld. Oeh, die is mooi. Want we hadden een pakketje besteld. Maar mijn gedeelte zien jullie lekker niet, maar dat van Char lekker wel. Oké, dus deze. Die is echt leuk. Ja? Ja. Oh, dat is dat broekje. Ja. Broekje. Dank je. Hij is wel mooi, die kleur. Hij is heel mooi. Staat er, maar staat er... Dat is hetzelfde model als de mijne, die glitter die ik heb. Dit is precies hetzelfde model, ja. Hij is echt leuk. Is... Nou, van de petite lijn, jongens. Hey, handig. Hey. Als je mij past, kan jij hem ook gewoon kopen. Ja, maar ik denk dat ik dan de blauwe doe en de gele, niet de rode, want ik heb al een rood rokje. Ja, precies. Deze is rood. Oh, die is wel een mooie kleur ook, hoor. Ja. Ik denk op de camera lijkt hij veel meer oranje. Ja. 36 pas maar dit is echt heel leuk, want we gaan vrijdag uit. Is dan deze... Met deze of met die blauwe? Nou jongen, ik wilde mijn dingetjes aan mijn flair, maar echt letterlijk alleen de tieten worden bedekt. Dus het is echt meer voor... Oh, of ik moet even een kleinere BH strand, aan. Zo, voor het strand. Ja, dus... Wat ik dus echt nodig heb, is een prachtbaar. Ik dus ook. Kunnen we dat morgen niet even bij de Primark halen, als we toch naar 5K's gaan? Dat zit er namelijk naast. Wat is dat? Wat is dit? Een dit is zo. Oh, topje. En dan moet deze zo schuin, dan heb je zo... Oh, om je middel heen, ja. En dat is wel een mooie kleur. Ja, precies. En dat vond ik ook wel leuk. Het is trouwens allemaal van... Ik zag trouwens je zusje rijden. Ja, weet ik. Ik zag ze ook al lopen. Ik zag haar zo maar lopen. Nou, mijn moeder zei... Kijk, die met die camera op de fiets. Die is ook leuk. Die is wel schattig. Alleen, dit moet je wel even naar beneden strijken. Ja. Nee, ik kan niet strijken, dus ik doe dat toch met hetzelfde. Want ik laat het schoon. Oké, dan deze. Wat is dat? Geen oude broekje. Maar ik had een beetje... Wat is de achterkant? Dit is de achterkant. Dit is de achterkant. Oh, dit hoort... Dit zit, ik dacht dat dit vast... Ik dacht dat dit vast zat. Ja. Huh? Hmm. Misschien is het leuk als je het aan hebt. Ja, ik hoop het maar. Oh, dat is hetzelfde soort topje die we in het zwart hebben. Ja. Maar die was ook wel leuk bij dat hoekje. Bij deze, hè? Ja. Ik ga dus eigenlijk deze weg doen. Hoezo? Omdat die echt... 80 maten te groot is, hier komt mijn buik. Past dik trom nog in. En deze. Maar dit... De touwtjes zijn wel heel dun. Ja, maar dat is van Zara ook. Ja, oké, dat is waar. Ik hoop dat dit mijn tieten past. Ik moet je geen draaien. Denk het ook niet. Was dat alles al? Ja. Voor mijn gevoel had je echt veel meer besteld. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag.
En ik ben even onder de douche gestopt, want ik had net autorijles. Het ging toen opeens super hard regenen. Mega hard, echt niet normaal. Ik had een stukje gefilmd, dat zal ik zo meteen even laten zien. Maar het ging dus opeens super hard regenen. En toen kwam ik de auto uit. Ik heb letterlijk 3 seconden gerend en ik was helemaal doorweekt. Ik ben even snel onder de douche gesprongen. En ik ga nu even mijn haar doen. En ik wil eigenlijk vandaag foto's gaan maken met Char. Maar omdat het zo hard regent en zulk vies weer is, gaan we dat volgende week woensdag doen. Uit school gewoon. Want dan wordt als het goed is wel lekker weer. Dus vandaag ga ik gewoon mijn dingetje voor school doen. Even mijn kamer opruimen. Want mijn kamer is 1 grote zooi. En dan vooral... Nou, deze kast valt nog wel mee. Maar als je deze kast ziet... Oh my god. 1 grote teringzooi. Dus dat ga ik even opruimen. Ik ga eerst even mijn haar doen. En daarna wat dingetjes voor school afmaken. En ja. Vandaag ga ik voor de rest dus helemaal niks doen. En mijn rijles ging trouwens heel erg goed. Maar kijk even naar het weer. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar het regent zo bizar hard. Oh wat, ik had gewoon even langs de deur laten zien. Jullie moeten echt zien hoe hard het regent. Niet normaal. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag 1 juni. Het gaat zo snel. Ik ga jullie even neerzetten, want ik moet even... Oké, top. Ik heb zo meteen stage. Het is nu 9:45 en ik ga rond 9:45 weg. Ik moet van 11:00 tot 7:00 stage lopen, maar we moeten ook altijd sluiten. Dus waarschijnlijk ben ik pas 7:30 klaar, dus 8:00 thuis. Super kut. Maar daarna ga ik naar Char toe en dan gaan we uit vanavond. Super gezellig. Ik ga even lipstick opdoen, want dat moet natuurlijk altijd. Dit kleurtje is dat. Dat is dit kleurtje, die vind ik wel leuk. Dus ja, die doe ik op. Wat ik aan heb is deze top van Chiquelle en gewoon een zwarte flare. En dan doe ik nog mijn Sandra's erbij aan. Dan ga ik even deze opdoen nu. Ik vind het wel prima zo. Maar ik ga even mijn spullen pakken en dan ga ik even wachten. Gewoon even filmpjes kijken denk ik. En dan ga ik dan naar de stage toe en dan zie ik jullie vanavond weer. Het is vandaag zondag. Zondag 3 juni. En dat betekent dus ook dat de winactieuitslag vandaag bekend wordt. Vanmiddag, ik ga nu met mijn moeder naar de stad. Daarna ga ik de winnaar kiezen, zeg maar. Ik weet nog niet precies hoe ik het ga doen. Maar dan zal het in deze weekvlog zal de winactie bekend zijn wie heeft gewonnen. En ik zal die meisjes dan ook even een berichtje sturen. Als ze tot woensdag nog niet hebben gereageerd, kies ik een andere winnares. Want anders duurt het een beetje lang. Maar ik ga dus lekker met mijn moeder naar de stad. Vrijdagavond was ik uitgegaan met Char na stage. Super gezellig. Ik zal even een fotootje in beeld zetten wat ik aan had, want dan heb ik niet meer gefilmd. En zaterdag, gisteren, heb ik ook niks meer gefilmd. Maar toen had ik bij Miu geslapen na het uitgaan. Toen ging ik van 12 tot 4 werken. En daarna heb ik lekker met mijn moeder sushi gegeten. Was super lekker, maar ik heb ook niet echt meer gefilmd. Dus ja. En nu ga ik mijn moeder dus naar de stad. Want mijn vader en mijn broertje zijn vrijdagavond weggegaan. En die gingen een weekendje op trainingskamp met de voetbal. En mijn vader ging mee als begeleider. Dus mijn moeder en ik zijn gezellig samen thuis. Wat ik aan heb is deze trui van Reinders. Af en toe als je dit zo hebt lijkt je er echt mega dik in. Maar het valt wel mee. En dan deze schoentjes eronder. Ik weet niet of je het goed kan zien. Van die espadrilles. Van Manfield komen die ooit. Die heb ik echt al, ik denk... Die heb ik in de eerste toen gekocht. Maar die beginnen wel een beetje vies geel te worden aan de zijkant. Maar ja, ik vond ze hier wel leuk bij staan. Dus dit heb ik aan. En kijk hoe lekker weer het is. Mijn moeder en ik gaan dus even lekker de stad in. Maar Knot zit nog niet echt zoals ik zou willen. Dus ik hoop dat dat op de scooter gaat veranderen. Maar goed. Ik heb trouwens van de Douglas heb ik dit gekregen. Bij stage. Ik weet niet echt precies wat het is. Het is dus een foam cleanser puffering mask of zoiets. Ik heb het gisteren gebruikt om mijn gezicht mee schoon te maken, maar ja, ik weet niet echt. Oké, ik ga nu even wachten tot mijn moeder terug is van de hond uitlaten en dan gaan we gezellig samen naar de stad toe.
Oké, ik heb toch maar mijn Sandra's erbij aangetrokken. Mijn zwarte gewoon. Ik heb wel een tasje mee en dan vond ik deze, zeg maar, het leukste erbij. Want die andere die ik heb, die is een beetje blauw. Dat is net niet de goede kleur, zeg maar. Dus deze vond ik wel het leukste erbij. Maar dan wel met mijn Sandra's eronder. Want met die andere had ik dan wel heel veel kleurtjes. Ik heb ook mijn zonnebril gepakt. En dan gaan we lekker naar de stad toe. Oké, mijn moeder en ik zijn terug van de stad. Super gezellig was het. We hebben echt best wel veel gekocht eigenlijk. We hebben korte broekjes voor mijn broertje. Mijn moeder heeft wat leuke nieuwe items. En ik ook. Alleen de mijne ga ik nog niet laten zien. Want die wil ik natuurlijk één grote video doen. Dus dat duurt nog wel eventjes voor jullie dat te zien krijgen. Maar het is echt super leuk. De spulletjes van mijn moeder en van mijn broertje ook zo meteen wel even laten zien. Dat is misschien wel leuk. En het is 3 uur geweest. Dus ik ga een winnares kiezen. 2. Ik weet nog niet. Ik wil het eerst in zo'n machine doen. Omdat het dan het meest eerlijk is, zeg maar. Maar ik heb niet zo heel erg veel zin eigenlijk om 250 namen in te typen in die machine. Dus misschien dat ik er gewoon zelf één, zeg maar, zo ga doen. En dan zo stoppen. En dat dan de winnares is. En ik had trouwens hier toch aan die zijkant. Aan de zijkant had ik hier toch van die balletjes, van die dingetjes. Dat ik aan jullie vroeg van, ja, weten jullie iets erop? Maar die kon je er dus gewoon afhalen. Dus je hoort nu niet meer als ik zo doe dat geringeld. Dus dat is echt heel erg chill. Ik ben helemaal buiten adem. Maar het was echt heel erg gezellig bij mijn moeder. En ik kan echt niet wachten om die video op te nemen met allemaal dingen die ik heb gekocht en zo. Want het wordt echt steeds meer. Het is zo leuk. En ik wil het echt aan jullie laten zien. Maar nog heel even wachten. Want ik wil het echt, zeg maar, zo'n zomer shoplog maken. En misschien ook nog meer dingetjes voor de vakantie nodig heb. Dus dat wil ik er ook heel erg graag in laten zien dan natuurlijk. Maar ik zal nu even laten zien wat we voor mijn broertje hebben gekocht. En wat mijn moeder allemaal heeft gekocht. Oké. Oh. We hebben een zwembroek. We hebben een zwembroek voor mijn broertje. Maar we hebben het nog niet aan hem zelf laten zien. Dus we weten niet of hij het leuk vindt. Van Calvin Klein. Bij de Bijenkorf. En dan van de Zara. 3 korte broekjes. Eerst deze grijze. En die hebben we ook in het groen. Ik hoop echt dat hij deze leuk vindt, man. Ja. Groen. En in het gewoon spijkerblauwachtig. Die. En dan nog een spijkerjasje. Even kijken. En ik denk dat deze ook wel past trouwens, hoor. Eigenlijk. Deze. Zat er voor zijn groep eigenlijk op het trap thuis. Dus we gaan het laten zien. Oké. Dingen die mijn moeder heeft gekocht. Deze hakken van Zara. En zij suède is het een beetje, toch? Ja, het is niet echt suède. Nee, oké, maar ja. Een soort van met zo'n... Even mijn hand erin stoppen, dan zie je dat misschien. Met van die 2 streepjes. Dus die. Even kijken. Deze een spijkerflare bij de Zara ook. Donkerblauw. Deze. Ook van de Zara. Dit topje, dat hemdje, die moest je er wel uitknippen, denk ik. Ja, die hangt wel los aan één kant zo. Ja, nou in ieder geval dit shirtje. Ga ik dit laten zien? Dit shirtje, maar er zit dus een hemdje in. Maar die gaat ze eruit knippen. Maar het is gewoon met een beetje van dat kantachtig. Dus die ook van de Zara. Hemdje zit, dat hemdje zit er trouwens gewoon in, maar die is heel in het ding. Dit blouseje. Ook van de Zara. Witte zo. Die is echt heel leuk. Dus die. Die hebben ook best wel veel gekocht eigenlijk. Ja. Dit hemdje. Van de H&M. Een maatje XS midden. Een maatje XS heb je gekocht. Even kijken waar even binnen sluit. Gewoon zeg maar aan de voorkant en aan de achterkant heeft hij een V-hals en gewoon een zwart hemdje. En deze. Ook van de H&M met van dat kant hierboven en met van die bloemetjes erop. Heel leuk. Hè? Ja, dat was het. Ja. Oké, nou ik ga even mijn laptop aanzetten. Dat is misschien wel
het meest makkelijke om een winnares uit te kiezen. En dan kunnen jullie het zeg maar ook gewoon zien. Dan ga ik het gewoon filmen wie er gewoon heeft gewonnen. En dan ga ik daarna mijn video. Oh, lekker donker. En dan ga ik daarna mijn video bewerken en online zetten. En de winnares hebben dus... Oh, zo'n goed beeld heb ik. Maar de winnares hebben dus op woensdag de tijd om te reageren. En anders gaat de prijs naar een ander. Sorry. Oké, ik heb nu even gekeken. Maar er zijn echt super veel reacties. En op mijn laptop kan ik niet echt lekker zo omhoog doen en dan stoppen. Dus ik ga het op mijn telefoon doen. En ik ga het gewoon voor jullie filmen. Zodat het gewoon eerlijk is. En dan hoop ik dat ik in één keer goed scroll. Zeg maar dat ik één ketting en één t-shirt winnares heb. Stel dat ik al win... Nou, jullie zien het wel. Ik ga het gewoon doen. We gaan nu kijken wie er heeft gewonnen. Oké, hier staan dus alle reacties die... waar mensen aan mee hebben gedaan. Ik ga gewoon in één keer zo zeg maar scrollen en dan gewoon iemand aantikken. Ik ga één keer zeg maar vanaf bovenaan naar beneden scrollen en één keer vanaf beneden naar boven, zodat het wel een beetje soort van eerlijk is. Oké, laten we beginnen. Ik ga niet kijken. Ik ga hem gewoon in één keer stoppen. Ja, nu zit hij er een beetje tussenin. Maar oké, de onderste wordt het. Hij heeft weer, het lijkt nu super tof om een shirtje te winnen en dan te dragen met mijn verjaardag volgende week. Mijn Insta is Fleur XO. Fleur Verheul heeft dus... Verheul, sorry. Heeft dus het shirtje gewonnen. Super leuk. Oké, nu gaan we helemaal naar beneden. Om de volgende winnares bekend te maken. Oh, dit duurt best lang. Dat we er wel bijna zijn. Even kijken. Ja, dit zijn nog oude weekvlogs. Het begint vanaf... Even kijken. Hier zo. Ik ga graag t-shirtje, kettingje. Oké, we gaan nu beginnen. 3, 2, 1. Dit is de winnares van het kettingje. Hi Fleur, jouw video's zijn super leuk. Ik doe mee. Ik vind de ketting wel super. Ik vind de ketting wel super leuk. Linda Sibbel heeft dus het kettingje gewonnen. Super leuk. De meiden die dus hebben gewonnen zijn Fleur Verheul voor het shirtje. En Linda Sibbel voor het kettingje. Super leuk. Als jullie dit zien, laat even een berichtje achter met je Instagram. Zodat ik jullie een berichtje kan sturen om jullie gegevens te krijgen. Zodat ik het naar jullie op kan sturen. Super leuk dat jullie hebben meegedaan en gewonnen. Ik vind het namelijk heel erg leuk dat er zoveel mensen hebben meegedaan. En voor de rest, sorry, maar ja, er kunnen maar twee winnaressen zijn of twee winnaars zijn. Misschien heb je de volgende keer wel meer geluk met het, met een volgende winactie. Super leuk. Ik ga daar bij deze maar gelijk de video afsluiten, zodat ik hem kan bewerken en online kan zetten. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Sorry voor de mensen die niet hebben gewonnen, maar ja, je kan niet altijd winnen natuurlijk. Ik hoop dat jullie het een leuke weekvlog vonden, dat die een beetje lang was geworden. Dat jullie het leuk vonden, dat ik ook de items van mijn broertje en mijn moeder liet zien. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei doei! Oh, en wat ik vergeten was, wat ik eigenlijk nog wel even wil zeggen. Vanaf volgende week komen de weekvlogs op maandag om 4 uur online. Dus niet meer op zondag, maar dan weten jullie dat. En dan ga ik echt de weekvlog afsluiten.